Het sales team heeft een vaste klantenbasis waar dat ze elke week naartoe gaan. Dat zijn alle mediamarkten in België. Er zijn een aantal independent shops, niet allemaal meer. Er zijn een aantal independent shops die te klein zijn geworden om wekelijks te bezoeken. Die ook zelf eigenlijk liever alles bij Bertus bestellen. Een groothandelaar die eigenlijk alle releases die in Benelux uitkomen zelf catalogeert en in zijn computer zet. En we werken samen nog met de Fnac, de enigste keten die er nog is in België. Nu Frierijk het shop failliet is. We zijn nu ook wel aan het proberen alternatieve verkoopskanalen te vinden. Zoals bijvoorbeeld de standaardboekhandel die nu cd's begint te verkopen. We werken ook samen met bepaalde warenhuizen zoals Colruyt of Carrefour. Of eventueel zelfs Spar en De Leize, die hebben ook allemaal een cd-rekje. En ja, daar verkopen we ook aan. Fun bijvoorbeeld heeft ook een cd-rekje. Er zijn vooral releases die naar een jong publiek zijn, maar in ieder geval daar werken wij, Pias, ons sales team, werken daarmee samen. Dan zijn er nog wel bepaalde kanalen waar we nog proberen mee samen te werken, zoals pompstations, waar ook nog altijd cd's worden verkocht. Dus ja, er zijn nog altijd wel wat kanalen, alhoewel dat we nu wel voelen dat nu Frierijk het shop failliet is, is er wel, ja, dat was de grootste keten in bijna elke middelgrote stad in België, was er wel een Frierijk shop. Nu wordt het moeilijker en moeilijker om fysiek product te kopen. We merken wel dat er meer mensen nu naar online retailers gaan, zoals bol.com of Bilbo, die ook groter en groter aan het worden zijn. En een aantal mensen die schakelen over naar digitaal aankoop of meer en meer mensen die streamen en een abonnement nemen op Spotify of gewoon de gratis versie van Spotify nemen. Dat voelen wij natuurlijk wel als distributeur, omdat meestal Spotify niet in de deal betrokken is, soms wel, soms niet. Maar vaak willen independent labels digitale inkomsten zelf houden, niet altijd. Dus ja, dat maakt de markt natuurlijk wel wat moeilijker en dat maakt ook dat we moeten proberen andere inkomstenbronnen te vinden. Dus mijn job is de laatste jaren ook meer en meer geëvolueerd naar een soort marketing promotieservice, kennis van de lokale markt en proberen een release goed in de markt te zetten en daar een bepaalde fee voor vragen, terwijl dat vroeger vaak een bepaalde promoservice inbegrepen was in de distributiefee. Is dat nu minder en minder het geval?